slachtoffer. Het probleem van cybercriminaliteit is groot. Het Openbaar Ministerie voorspelt dat over 5 jaar de helft van de criminaliteit zal bestaan uit cybercriminaliteit. En zo zou je het een beetje kunnen vergelijken met fietsendiefstal. Wat wij op dit moment in onze praktijk veel zien is ransomware, waarbij mensen moeten klikken op een bestand en daarna wordt hun computer, alle bestanden op hun computer eigenlijk versleuteld. En kunnen ze er alleen nog maar bij komen als ze betalen voor de sleutel en dan moeten ze betalen aan de crimineel. En daar gaan grote sommen geld in om. Privé is natuurlijk ook altijd goed om jezelf weerbaar te maken. Het is belangrijk bijvoorbeeld om geen kopieën van paspoorten en dat soort gegevens op je computer te bewaren. Want als iemand daarbij kan, dan zou die identiteitsfraude daarmee kunnen plegen. En ja, daar zijn best veel voorbeelden van dat best behoorlijke gevolgen voor iemand kan hebben.